We zijn in Stramprooi vandaag in Limburg voor de vijfde etappe van de Bulls Ladies Tour. En kijk eens wat een mooi gevuld plein. De dames en heren kijken naar het handtekeningen zetten van de rensters. Zoals deze dames van Bulls met natuurlijk Anna van der Breggen. En van haar verwachten we vandaag wel wat. Ik denk heel mooi parcours vandaag. En ik vind koers op zulke parcours altijd het mooist. Dus ik heb er zin in. Je hebt ongeveer drie kwart minuut achterstand. Wat kunnen we vandaag van jou verwachten? Ja, geen idee. Het is een flink gat. Maar goed, op zo'n parcours, als je het goede moment kan pakken, dan kan het ook zo weer dichterbij zijn. That's the spirit die we nodig hebben van Anna van der Breggen, de Olympisch kampioene, die 47 seconden achterstaat op Annemiek van Vleuten. En ja, we verwachten toch echt wel wat van haar vandaag. En ook van haar ploeg, Bulls trouwens, want dat is een heel sterke ploeg die nog niet al te veel heeft laten zien. Misschien is het dan voor vandaag. We rijden dus 141 kilometer naar Vaals met daar een soort mini-Amstel Gold Race. Een hele hoop bergen in ieder geval in het parcours. Erg zwaar dus. En de dames weten dat. En daarom wordt er rustig aangedaan, relatief gezien dan. Een paar uitvalspogingen, maar het peloton blijft bij elkaar. Het enige wat van belang was, was deze bergsprint. Want Nathalie van Gogh, de dame die nu naar derde positie afzakt, heeft al de hele week die bolletjestrui aan. Maar hier zijn weer punten te verdienen. En het is Anoushka Koster die de punten pakt voor Janneke Ensing. En Anoushka Koster mag aan het eind van deze dag de bolletjestrui overnemen van Nathalie van Gogh. Dan komen we aan in Limburg en dan krijgen we heuvels. En dat betekent direct achterblijvers. Een hoop dames die het tempo vooraan niet aankunnen en die eraf moeten en een bus gaan vormen. Op die plaatselijke omloop krijgen we dan een aantal uitvalspogingen van eenlingen, groepjes van twee, groepjes van drie. Eigenlijk de belangrijkste poging die gedaan wordt om Annemiek van Vleuten aan te vallen is deze. Een vrij grote groep met daarin onder andere Chantal Blaak. En zij staat op 1 minuut en 1 seconde van Annemiek van Vleuten. Chantal Blaak ook van de Bulls-formatie, de Nederlands kampioene. En hier is Van Vleuten. Zij kijkt het dan nog eens even aan. En dan denkt Annemiek, het is mooi geweest. Ik ga die groep zelf maar eens even terughalen. En dat doet ze dan ook op deze klim. En wat een inspanning zeg. In één beweging trekt ze er gewoon naartoe. En erop en erover. Of nee, de rest kan nog aansluiten. Een grote groep vooraan dus met Annemiek van Vleuten. En wie sluit hier nog meer aan? Het zijn Anne van der Breggen met de paarse trui voor de leider in de UCI Women's World Tour. Deze trui. En Ellen van Dijk zat achter haar. Rijdt ook vooraan mee. Anne van der Breggen sluit dus aan bij het groepje met Annemiek van Vleuten. En dat zijn dan de twee sterkste dames in de koers. Want hier zien we Van der Breggen die in de aanval gaat. En Van Vleuten weet het dan. Ja, die Van der Breggen die moet je niet laten gaan. De Olympisch kampioene. En ze gaat er alleen achteraan. Er staat eigenlijk deze week geen maat op Van Vleuten. Ze rijdt het gat zo weer dicht. Dan zijn die twee daar samen vooraan. En dan komt nog eventjes het nummer 41. Hannah Barnes komt nog even aansluiten. Maar helaas, tegen die twee dames valt niet te fietsen deze week. Kijk, hier zijn de twee dames alweer alleen. Van Vleuten dus in het oranje en Van der Breggen in het paars. En zo gaat het dan op naar Vaals, op die twee plaatselijke omlopen die gedaan worden. Ja, de Olympisch kampioene Van der Breggen en de dame die toch wel op weg was om Olympisch kampioen te worden. Iets meer dan een jaar geleden. Wat lag ze ernaar bij in die greppel en wat is er sindsdien veel gebeurd. Een prachtige overwinning op de Isoar. En misschien wel een overwinning in de Bulls Ladies Tour. Dat zou mooi zijn, maar eerst gaan we nog sprinten. We gaan naar Vaals, we gaan sprinten met Van Vleuten en Van der Breggen. En wie haalt het dan als we uit deze bocht komen? Het is Van der Breggen die de sprint wint en die haar eerste etappe wint. Wat een voorspel dat het mooi zou worden. En was het ook. En ik zag toch wat emotie hier toen je ploegmaten zag, hè? Ja, ik ben gewoon heel blij dat we een goede wedstrijd hebben gehad. En dat we het met elkaar hebben geprobeerd. Ook om voor het klassement te gaan. En op die manier koers is gewoon heel leuk. Annemiek, wat een mooie etappe weer vandaag. Ah, top etappe. Ja, ik kijk hier ook echt naar uit naar deze twee dagen in Limburg. En gewoon nog een keer de benen testen. En Anna sprong zelf hier al weg op het eerste klimmetje van de laatste plaatselijke ronde. Naar de kopgroep toe met Blaak, die op 1 minuut stond. Ik dacht, het is wel beter om dat dicht te hebben. Even de benen testen. En toen viel Anne aan, die dag kwam me achter gaan. En ik dacht, die gaat op het fijne bos. En daar ging ze. En eigenlijk niemand kon de sprong maken, behalve ik. Dus
Maar ja, wilde ze vervolgens niet met me meerijden. Dus dat dacht ik, ja, dan rijd ik ook niet. Toch wel een beetje tempo erin gehouden. En toen hadden we nog de Kamerries te gaan. En ja, toen trok hij zelf hard door. En toen viel Anna er overheen aan en komt met hem mee. Dus het was echt een goede situatie met z'n tweeën voorop. Voor haar goed belang voor de etappe. En voor mij goed belang voor het klassement. Morgen een etappe waar je waarschijnlijk niet die 40 seconden ongeveer nog terug kunt pakken. Is dit dan het hoogst haalbare deze Bulls Ladies Tour? Nou, zeg nooit nooit natuurlijk. Want je hebt hem pas als je er bent. Maar net als vandaag. We hebben gewoon wel meerdere meiden waarmee we kunnen spelen. En dat hebben we vandaag geprobeerd. Lukte niet. En morgen gaan we dat gewoon weer proberen.